Als je nou een raam hebt, hè, met zulke scharnieren, dan en die moet je eruit halen. Dus hij zit of zo, hier kan je slaan. Maar het is heel vaak zitten aan klepramen bijvoorbeeld, aan de bovendorpel, twee scharnieren. En de stift is op de makkelijkste manier van binnenuit geslagen. Dus je staat er recht voor en dan doe je de stift daarin, de stift daarin. Maar moet je hem eruit halen, dan moet je hem vanaf de andere kant eruit slaan. Dan sta je er ongelukkiger voor, dat is met je linkerhand. En daar zit meestal einde van het raam of een muur. En dan kan je er niet zo goed erbij. En dus heb ik bedacht om... Je hebt ramentikkers. Kijk. Je hebt zo'n hulpmiddel. Er zit zo'n staafje aan. En dan kan je slaan. Dan kan je zo dat die pin eruit slaan. Hier is er een heel eind eruit. Maar, nou sta je op de ladder en met je linkerhand moet je dit vasthouden en dan moet je met de hamer zo slaan en je staat los op de ladder. Dit is een rare situatie. Dat noem ik een weegbree situatie. Toen had ik bedacht, als ik dit nou ombuig, dat die, als dit er nou zo is, en ik buig hem om, dan komt hij in het verlengde van dat scharnier te zitten. En als ik daar nou, even kijken, heb ik dat nou, zo, die zit vast. Oh, nou, hier heb ik er een. Van die magneten kan ik hier aanmaken. En dan komt dat magneet aan dat scharnier. En dan kan ik hem zo los laten hangen. En dan kan ik gewoon met mijn ene hand mijn ladder vasthouden en de andere slaan. Dan zijn mijn handen vrij. Nou, dat is het idee. Als je het nog niet begrijpt, dan komt het nu. Ik heb hier een koker. Ik weet niet hoe ik daaraan kom, maar die heb ik. En dat ga ik dan een stuk uitzagen, dat ik hier een hoek heb. Want het is ongeveer de lengte van een scharnier, dus dat gaat goed. Dus ik ga hier eens een stuk uitzagen en dan heb ik een draadend van 6. Die doe ik als slagpin erin. Ik gebruik draad omdat ik met moeren kan je hem zo vastzetten. Ik kan niet lassen, dus ja. Dus dan even kijken. Dus ik ga hem hier doorzagen. Ik ga hem hier in het midden doorzagen en zo. Dat doe ik met de haakse slijptol. Nou, zou ik een één magneetje wel genoeg hebben, maar er kan er nog één bij. Voor de stabiliteit misschien. Er komt hier een gaatje voor een rond 6. En dat kan ik nu precies bepalen waar die komt. Omdat ik dat magneetje nou zo heb. Kijk, en nou heb ik een draadend hierin. Maar dat draadend dat loopt een beetje naar toe, dus die hoek moet een beetje open. Die ga ik nou in de bankschroef even omslaan. Goed zitten. En nou is de kunst dat dit mijn scharnier. Kijk, dat past. Kijk, en nou sla je met de hamer hier op, terwijl je
nou is het zo dat dit met twee magneten, dan blijft hij wat steviger zitten. Want je moet de magneet ook verplaatsen. Dus je slaat zo. Dus ik denk niet dat ik twee magneten doe. Maar één magneet. Dan, anders wordt hij te sterk. Want ik krijg hem er nou al niet af. Zo. Dus als dat hier zit, moet hij op het eind. Dat magneetje. Kijk. Kijk, zo moet hij. Want zo kom je met je scharnieren. Wachten. Kijk. En nu kan je hem richten en je kan slaan. Kijk, nu kan ik hem gewoon loslaten. Dan zit hij er gewoon aan. En dit is een mooie lengte. Ik maak hier aan dat draadeind nog een beetje een puntje. Dat hij makkelijk daarin kan pakken. Maar hij zit precies recht voor het gat. En dan ga ik die magneet. Er zit een gaasje in. Daar kan ik ook hier even verankeren. En ik ga hem nog een keer afhalen om deze punt eraan te maken. Kijk, handig hè, dan kan je zo een puntje eraan. En dat is een. Dan kan je de braam eraf halen en zo. Speciaal boorsje. Nou, je kan er ook een puntje aan draaien, zie je maar. Nou, ga ik die. Dan moet die magneet hier op het eind. Die maak ik hier op het eind. Dat is voldoende, één magneet. En dan ga ik, voordat ik dat doe, slijp ik dat even netjes. Dat het een beetje netjes eruit ziet. Kijk, hier zit mijn scharnier. En dan kom ik met mijn handige hulpmiddeltje. Die zet je ervoor. Oh nee, dat is de andere kant. Deze moet ik hebben. Kijk. Moet je natuurlijk wel. Even kijken of hij er goed voor zit. Hij zou nog een klein beetje open moeten staan. Dan moet ik hem nog een beetje ombuigen naar de goede richting. Even kijken. Dan zit hij er recht voor. Nou. Kijk, nou zit hij aan de andere kant bijvoorbeeld. Zo. En dan kom ik met mijn magneetje. Nou richt ik hem erop. Ik denk toch dat ik nog een magneetje erbij maak, want hij gaat om. Zo. Als ik hier nog een magneetje ernaast maak, dan heeft hij nog meer houvast. Dit. Doet het wel. Hier zit een puntje uit, maar dat slaan we gewoon met een hamer. En dan richten we dat ding erop. Of hij er goed voor zit. En dan moet hij met de eerste slag er al in komen. Een beetje corrigeren. Dan is hij eruit. Zo. Kijk.
Ik denk dat dat wel gaat lukken. Met een linkerhandje. Je kan hem richten. En dan sta je zo. En dan kan je het ook harder slaan. Nou, twee magneetjes. Wat het geworden is met één magneetje en een extra uitsteekseltje dat hij op het scharnier blijft in de richting. De pin zo lang dat hij ruim de helft van de pin van de scharnier eruit kan slaan. Ik heb hem niet helemaal genomen, want dan wordt hij te groot. En dit is een mooi gemiddeld maatje. Nu gaan we dus even laten zien. Ik zet hem ervoor. En je kan hem er weer makkelijk afhalen. Dat afhalen, dat ging even moeilijk omdat dit een M6 draad was. En dat heb ik glad gemaakt, helemaal glad geveild, dat hij makkelijker erin en eruit gaat. Nou, je ziet dat die pen er haast uit is. Die kan je er zo uittrekken. Dus, tadaa.